Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Skype-sprookjes. Ja, we kunnen niet live gaan, maar we gaan het nu via Skype doen. En ik weet een geweldige comedian naast mij zitten. Mag ik u applaus voor niemand minder dan Steven Mailleux? Ah, eindelijk. Dat is zo lang geleden. Ja, dat is het applaus dat je normaal krijgt als we het live doen. Hè. Ja. Steven, we gaan een sprookje vertellen van een zevental minuutjes. Ben je er klaar voor? Dat zal wel zijn. Ik heb titels gekregen, ik heb een hoop titels gekregen. En ik heb een hele mooie gekregen van een Tom Holsters. Dank je wel, Tom. En die titel is: Er was eens een kompas dat het noorden kwijt was. Oh. Dus, dat is een mooie, hè? Dat is een mooie, hè? Dus hier gaan we dan. Er was eens een kompas dat het noorden kwijt was. En het kompas hing in een boom diep in een woud. Een woud die overgroeid was door een speciale plantensoort, Geron. Ja, een soort wier dat niet uit de zee kwam. Dat was een wier dat in de bomen groeide. En het kompas was daar ingegooid door zijn vorige eigenaar, omdat het kompas niet meer werkte. Het kompas was het noorden kwijt, dus je kon het kompas niet meer gebruiken. En terwijl het kompas aan het overwoekerd geraken was door de planten, kwam er een jongenske voorbij, een zekere Bram. Bram, die eigenlijk in het woud verzeild geraakt was na een lange tocht met zijn ouders. En Bram was het beu, want de ouders hadden problemen. Heel veel problemen gerond. Er was een relatiecrisis op weg naar hun doel ontstaan. En Bram was gevlucht van die twee bullebakken van ouders. Ja, en hij passeerde voorbij het kompas. En hij zag het niet echt hangen, maar het was de weerkaatsing van het licht in het glas van het kompas die in zijn iris viel. En in het leven was Bram ook een beetje het noorden kwijt. Dus het was een goede match. En hij liep naar het kompas en hij trok het uit de boom en hij zag dat het een kompas was. En hij zei van, wauw, dit is een kompas. En het kompas antwoordde, want ja, het is een sprookjeswereld. Het kompas antwoordde van, ja, ik ben een kompas, maar ik ben het noorden kwijt. Ja, maar het geluk was aan de zijde van het jongetje Bram, want Bram was helemaal niet op zoek naar het noorden, maar hij wou warmte en liefde. En dat vind je niet in het noorden, maar in het zuiden. En daar was het kompas wel geschikt voor. Dus Bram begon het kompas te volgen naar het zuiden. En onderweg, ze werden de beste vrienden. Bram gaf het kompas ook een naam. En ze trokken zuidelijker en zuidelijker. En toen was het stil aan de andere kant bij Steven. Door de magnetische straling, door de verbinding met de sprookje, even weggevallen. Moeten we nu improviseren op de improvisatie? Maar inderdaad, wat jij waarschijnlijk zei, Geron, klopte helemaal. De zwetende naald was de naam van het kompas. En hand in hand wandelden ze op een hele mooie toekomst. Nu, iedereen weet dat een kompas echt tilt slaat op de evenaar. Hey, dat is normaal niet het geval, maar dit kompas was het noorden al kwijt. En ze gingen zo ver zuidelijk dat ze op de evenaar kwamen en daar begon het kompas volledig zot te draaien. Het kompas, de naald richtte zich naar beneden. Dat is de eerste kompas ooit dat niet naar het noorden, oosten, zuiden of het westen, maar hij wees naar beneden en Bram begon te graven. Hij begon te graven en hij graafde dieper en hij zei, kompas, waar stuurde jij mij naartoe? Geen vragen stellen, zei het kompas. Graven, godverdomme. En Bram graafde. Grief. is graafde? Nee, dat zal niet. Nee. Grief. En hij groef. hij greef. En hij bleef hard voor de vervoegen, terwijl hij graven was. En hij ging dieper en dieper. Zodanig dat het nog warmer en warmer werd. En zo kwam Bram steeds dichter bij de kern van de aarde. En toen hij daar aankwam, voelde hij zijn eigen haren verbranden. De geur van verbrand zwijnenvel overviel hem. En hij kreeg een visioen.
Een visioen waar we eigenlijk de moraal van dit verhaal heel mooi kunnen in verwerken. Ja. De geur van zwijnenvel deed hem denken aan... Het deed hem denken aan de gelukkige dagen dat hem toch wel thuis had gehad. Zittend aan het vuur, terwijl zijn mama in een goede bui lekker varkensvlees ontbraden was. En toen wist Bram van ja, soms moet je niet op reis gaan om thuis te vinden. Soms is het thuis... Het spreekwoord blijft nog altijd helder. Oost, west, best, thuis, best. En in oost en west zit er geen noorden. Noord. Het noorden heb je helemaal niet nodig. Het noorden is het symbool van het duisteren van de mens. Het duisteren van de ouders die je verlaten heeft. De weerkaatsing van de polen, de afstoting van zijn ouders, zorgde ervoor dat Bram een zelfstandig, stabiel man was. En dit allemaal. Dus, dames en heren, wat hebben we geleerd? Wat is de moraal van dit verhaal? Dat als je de weg kwijt bent, ga nooit naar Holland. Want Holland is in het noorden. In het noorden, inderdaad. Dank je wel. Als je een kompas bent en hij werkt niet... Hij werkt wel. Dankjewel, Steven Majeur. Beste luisteraars, slaap lekker.